Hallo, ik ga bananen havermout muffins maken. Deze maak je het best met zo bruin mogelijke bananen. Prak deze bananen, gooi de havermout, melk, bakpoeder en kaneel bij elkaar. Ik voeg hierna gedroogde moerbijbessen toe, die ik nog in de kast had liggen. Maar je kan er van alles bij doen. Chocola, nootjes, wat je ook maar hebt staan. Dan mix je alles samen en doe je het beslag in vormpjes. Ik heb deze bakvorm goed ingevet, wat ook werkt. Maar je kan ook herbruikbare siliconen of papieren vormpjes gebruiken. Het volledige recept met alle hoeveelheden staat op samen voedselverspilling.nl. Ga dan naar tips tegen voedselverspilling thuis en op deze pagina staat het gratis receptenboekje. Naast de recepten staan er ook handige tips in, zoals hoe je het beste voedsel kunt bewaren. De oven moet voorverwarmd zijn op 180 graden Celsius. Zodra het is voorverwarmd, gaan de muffins voor 30 minuten de oven in. En de muffins zijn nu klaar. Haal ze uit de oven en laat ze afkoelen. Als je, net zoals ik, heel erg van zoet houdt, raad ik aan om bij het eten er nog wat poedersuiker, honing of arendsiroop overheen te doen. Ook vers fruit is er lekker bij. Eet smakelijk!